Ronde groot 1-1. Zesde wedstrijd nu op rij ongeslagen. Geen zesde overwinning op rij, maar die late tegengoal, dat zit je dan denk ik toch weer niet zo lekker? Nee, als je weet dat je veel kansen krijgt, de tweede helft vooral, dan moet je gewoon 2-3, 4-0 maken misschien wel. Kijk, de eerste helft komen we op 1-0, die geeft er ook 3 weg. Matthijs pakt een paar goede ballen. Die was echt goed, hè? Ja, die speelde heel goed. Maar goed, Okita kan hier ook 1-1 tegen de keeper 0-2 maken. Ja, dan ga je rusten met 0-1 en dan krijg je de tweede helft zoveel kansen, zoveel mogelijkheden om het goed uit te spelen waar we zo slordig mee omgaan. Ja, en dan geef je het vlak voor tijd weg en dat is heel zonde. 1-1 tegen MVV, dat betekent dat je de eerste ronde niet mag overslaan, maar daar had je ook niet zo op gerekend, denk ik, hè? Nee, kijk, we moesten zelf winnen, dat wisten we wel al. En je was afhankelijk van de andere velden. Nou, de tussenstanden waren al ongunstig, dus was het wat dat betreft vrij duidelijk, ja. En door die late tegengoal van MVV speel je nu eerst thuis, volgende week vrijdag, tegen RKC. Anders was het een uitwedstrijd eerst geweest tegen RKC. Maakt je dat dan nog wat uit? Ja, in principe wil je het graag als eerste een uitwedstrijd natuurlijk, dat je thuis je laatste wedstrijd kan spelen. Maar goed, het is niet anders. En als je goed genoeg bent om te promoveren, dan moet je ook, of je nou thuis of uitspeelt, dan moet je gewoon zorgen dat je doorkomt elke keer. Geen rust dus, volgende week meteen weer aan de bak? Ja, misschien is dat wel goed, dat je het een bepaalde ritme houdt. En het is niet anders. Samenvattend, je had hier vanavond in Maastricht moeten winnen, vind jij. Slordigheden heb jij gezien, te veel in het spel. Ja, al qua veldspel niet. Alleen de mogelijkheden om het uit te spelen. Je krijgt zoveel countermogelijkheden tegen 4-3 situaties, 3-3 situaties. Ja, daar gaan we zo slordig mee om. Ja, dat mag niet. Want dat is zonde. Als je een goed resultaat neergezet, moet je dat ook doen. En dan moet je niet nalaten. Of door gemakzucht is, of te veel op eigen succes gaan. Ja, dat kan, dat mag niet. Maar Dijkstra, 1-1 tegen MVV. Een wedstrijd zonder druk van tevoren, hoe was dat? Druk. We wilden in ieder geval winnen. Zodat je en met een goed play-offs, of goed gevoel de play-offs ingaat. Of dat je nog eventueel zesde kan worden met een beetje geluk van andere wedstrijden. En dat is beide helaas niet gelukt. Nee, maar het hele seizoen is een beetje seizoen onder hoogspanning. En die was nu even weg vanavond, dat in ieder geval wel. Ja, zo heb ik het in ieder geval niet benaderd. Maar ik denk dat we vrij aardig speelden. Alleen we hebben de kansen niet afgemaakt, daar waren we te slordig. Nee. En dan bloedt de wedstrijd een klein beetje dood in de tweede helft. Had u toen ook door dat de standen op de andere velden zo waren dat de plek 6 niet meer haalbaar was? Nee, daar heb ik persoonlijk eerlijk gezegd niks van meegekregen. En de wedstrijd bloedt een beetje dood. Ja, misschien voelde het zo. Ik vond in ieder geval dat wij onze kansen niet afmaakten. Of in ieder geval slordig waren aan de bal, met name in de eindfase. En daardoor niet genoeg gescoord hebben vandaag. Nee, van de tweede helft, het ging eigenlijk heel makkelijk. Hè? Niks weggevend en zelf gewoon 3-4 grote kansen creëren. Het was een beetje het wachten op de 2-0. Ja, dat vond ik zelf ook. En dan komt zo'n al oude voetbalwet om de hoek kijken. Dat als je het zelf niet maakt, dan krijg je er misschien nog wel een tegen. En dat was jammer genoeg nu het geval. En ik zat zelf nog wel een beetje zo van, ja, de NEC de laatste weken toch wel een ploeg van karakter. In de laatste slotfase nog wel een doelpuntje mee kunnen pakken. Bijvoorbeeld uit bij Volendam. Zat er ook vanavond niet in. Nee, misschien was daarvoor de tijd net te kort. En meteen na de aftrap kwamen we wel weer meteen in hun 16. En jammer genoeg viel die net niet goed. Wat ook opvallend is, maar misschien niet opvallend is, dat dezelfde elf. Week in naar buiten, een beetje dezelfde elftal. Hoe is dat voor jou om te spelen? Dezelfde elf is altijd wel lekker. Hebben we niet zo heel vaak meegemaakt dit seizoen. Met name door blessures of schorsing of zo kon dat ook lang niet altijd. Maar de laatste weken lukt dat in ieder geval wel, inderdaad, ja. Is dat ook een beetje het verschil met de maanden daarvoor? Dat je nu een beetje een vaste basiself hebt waar je aan kunt bouwen? Dat weet ik niet. Dat zou je aan de trainer moeten vragen. Maar we hebben soms pech gehad met schorsingen of blessures. En die blijven op dit moment uit. Alleen Jordi had wat last. Die werd gewisseld op tijd. En daar valt Tom prima in. Dus we spelen met dezelfde elf. Maar we hebben iedereen nodig, zoals je wel kunt zien. We gaan de play-offs in. Ik heb daar zelf niet zo'n hele fijne ervaring mee met NEC. Hoe staan jullie erin? Ja, laat maar komen. Kom maar op. En dan knallen. Precies. Succes. Dank u wel. Hey, fijne avond. Hè.